Dit is de PNM Uit Agenda. Op 27 oktober organiseert zanggroep Breedse Bluff een concerteditie waarin zang, muziek en decor naadloos in elkaar overlopen. Vintage, dus alles is minimaal 30 jaar oud, maar nog zo goed als nieuw. En ditmaal kiezen zij voor verrassende samenwerkingen met de Maasbreedse band Harvest Moon. Locatie is Hoes van Bree en het begint om 2:30. Het gaat er nog flink om spannen in mei al op zondag 27 oktober. Tijdens de slotwedstrijden van het motocrossseizoen 2019. Niet alleen worden er welgevulde prijzenpotten van de No Fear Energy Cup en de Pro Tempo Cup verdeeld onder de allersnelste solorijders en zijspancoureurs, maar ook gaan de Nederlandse kampioenen bekend worden van diverse klassen. Een dag eerder, op zaterdag, worden de Open Club wedstrijden van MCC mei al verreden. De organisatie hoopt deze dagen op veel toeschouwers op de Vossenberg te mogen begroeten. Zaterdag is het tijd voor de Nacht van het Dorp in Helden. Na het succes van 3 jaar geleden zetten 40 inwoners, bedrijven en verenigingen opnieuw hun deuren open. Je moet het eigenlijk zien dat de mensen, verenigingen, ondernemers, maar in hoofdzaak noemen wij het de kerst op de taart. Dus de mensen met een leuke aparte hobby, de voordeur open zetten en gewoon laten zien wat hun hobby inhoudt. Hoe creatief dat ze zijn of hoe groot hun verzameling is. Het kan heel divers zijn. Dat zijn natuurlijk de triggers. En je merkt nou ook dat de plattegronden die rondstaan, dat mensen echt nou gaan kijken van daar en daar en daar moet ik zeker naartoe. Want het is gewoon natuurlijk onmogelijk in een 5 uur tijd 40 locaties te bezoeken. Dat is ook een utopie, die haal je gewoon niet. En doordat we nou weer opnieuw het opgezet hebben, is het natuurlijk weer een uitdaging om die je in 2016 niet hebt kunnen bezoeken, om die nou in 2019 wel gaan te bezoeken. Kun je nog iets vertellen over het succes van 2 jaar geleden? 3 jaar geleden. 3 jaar geleden al, zo snel al. Het gaat snel. Ja, inderdaad, het is wel verpand dat je het op die manier zegt. Want de meeste mensen zeggen, want vorig jaar. Nee, het was ondertussen al voor 3 jaar geleden. Een hele succesvolle editie. Het was voor ons de eerste keer. Kijk, waar begin je aan? Het is natuurlijk een concept wat Jo Nederland Limburg opgezet heeft. Een hele goede begeleiding van hun gekregen. Een begintraject werd gezegd, wat kunnen we verwachten aan bezoekers? Nou, toen werd al gezegd van tussen de 500 en de 600 mogen jullie tevreden zijn. Nou, we hadden er tussen de 2000 en 2500, dus ik denk dat we heel tevreden mochten zijn toen. Echt een goed succes voor het dorp. En nu? En nu zitten we ietsjes een verbetering. We hadden toen 67 deelnemers, nu zitten we rond de 70. We hadden toen ergens in de 30 locaties. Nu hebben we er 40, dus er zit groei in. Sommige mensen hebben afgehaakt, maar hebben ook heel veel nieuwe gevonden. En dat is natuurlijk wel weer een uitdaging, dat mensen ook weer getriggerd worden om bij die nieuwe gaan te kijken. En er wordt ook weer wat geclusterd met bepaalde verenigingen? Ja, hier bij het Kerkenbuske staan we nu. Daar zitten wat verenigingen die sowieso het Kerkenbuske als basis hebben. Ook daar zitten wat mensen bij die we hier bijgeplaatst hebben, die thuis geen mogelijkheid hadden, toch een leuke hobby hebben. En geen mogelijkheid hebben om het thuis te presenteren. Bij Steegs aanhangwagens op de Keup zit het groot materieel, zal ik het maar zo. Een paar mensen die met trekkers een verzameling hebben. Daar zit het autosportteam, wat vorig jaar of 2 jaar geleden alweer door een noodlottige brand eigenlijk helemaal op nul is gekomen en zich helemaal weer teruggevochten heeft. Ook qua sportprestaties presenteert zich daar weer helemaal in het nieuw, met hun auto's en alles. Dus clustering werkt zeker. En niet te vergeten uiteraard, op de andere kant, bijna in Panningen, op Ruistraat, Bloeinest. Ook daar zitten de nodige mensen die zich daar zelf bij elkaar gezocht hebben en daar gehuisvest zitten. Het is niet meer op het Mariaplein nog iets groots. Nee, dat was de vorige editie wel. We hebben wel de opening. We gaan wel van het Kerkenbuske met een x-aantal gezamenlijke verenigingen, vooral met jeugd, in optocht naar de Pool. Want het Pool is gewoon met het kiosk het hart van Helderdorp. En daar wordt wel de opening verricht. En van daaruit kan iedereen zijn weegs gaan, zal ik het zo zeggen. En vanaf hoe laat? Vanaf 5 uur begint het. 5 uur tot 10 uur is het Helderdorp. Helemaal in de ban van Nacht van het Dorp. Staan de deuren open? Dan staan de deuren wijd open. Zaterdagavond in heel Helden, de Nacht van het Dorp. Fanfare en drumband EMM uit Koningslust organiseert al jarenlang het jeugdorkesttreffen. Een podium voor alle jeugdorkesters, jeugdslagwerkgroepen, leerlingorkesten, jeugdharmonie uit gemeente Pelemaas, maar ook uit de dorpen in deze omgeving. Je kunt deelnemen door je in te schrijven. Het is een laagdrempelig evenement, zonder jury of beoordeling, maar samen muziek maken en naar elkaar luisteren en genieten. Zondag 27 oktober van 1 tot 5 in De Sprunk in Koningslust.
En dan de tip van Doc 6. Ken je dat? Je zit alleen op je kamer en kan niet stoppen met luisteren naar dat ene liedje. Het liedje gaat helemaal over jou en lijkt speciaal voor jou geschreven. Met Doe mij een liedje speciaal kun je aan het loket een liedje bestellen. En voor sommige kinderen wordt er een speciaal liedje op maat gemaakt. Ja, ik heb ze al gespot hoor. Ik heb ze... Hallo, wie ben jij? Tim. Tim, heb jij er zin in? Ja. Dus je coolste rock'n'roll mode. Cool hoor, veel plezier. Doe mij gewoon een lied, een echt dansje. Hippe gasten, doe mij een liedje speciaal op zondag 3 november in Doc 6. En dat was de PNM Uitagenda voor deze week. Ook in de agenda, mail dan naar redactie@omroeppnm.nl. Graag tot volgende week.